Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer, ZeldaPlayer20. In de vorige aflevering hebben we de grootste troll tot nu toe gehad. We wouden de Nazar hebben en dat heeft gewoon 4 uur aan opname gekost om dat voor elkaar te krijgen. Maar we hebben eindelijk dat ding en in deze aflevering gaan we dus verder met ons avontuur. Ik heb heel veel reacties gelezen, er zijn een paar veranderingen in de wereld. Als ik even de map open, zie je dat ik de berg eindelijk hier heb weggehaald. Ik ben namelijk offscreen eventjes bezig geweest met het farmen voor de ingrediënten voor de Hero Close, oftewel voor de Link skin. Die is heel erg vaak gerequest en daar heb je eigenlijk best wel veel voor nodig. Dus het eerste wat ik ga doen is natuurlijk dat pakje maken, want dat hebben jullie gerequest. Wat je nodig hebt is, je hebt 27 jungle seeds nodig. Je hebt echt ontiegelijk veel jungle seeds nodig. Dus zorg er echt voor dat je die hebt en ja, als je die eenmaal hebt, er zijn er echt 27 die je nodig hebt. Dan ga je naar materialen en je neemt je cobweb mee, want we hebben heel erg veel silk nodig. En ja, ik druk weer op tab. Dat is weer een gebruikelijke fout van mij. Dan gaan we naar onze loom. En als we dan bij onze craftingtafel kunnen kijken, dan zien we dat we hier dus nou green thread kunnen halen. Green thread kost zeg maar 3 jungle seeds. En je hebt er 3 nodig om dus zeg maar zo'n onderdeel te maken. Nou, er zijn 3 onderdelen. Dus dat zijn dus 9 per onderdeel. 9 x 3 is 27. Dus die gaan we zeker 9 maken. Zo. En dan moeten wij ook silk hebben. En dan moeten we er 60 van hebben. 20 per stuk. Dus heb ik er genoeg? Oh, maar net. Nou, en als je dan gaat kijken, dan zie je dus zeg maar hier de hero pants, de hero shirts en de hero's hat. Nou, die gaan we dus gelijk maken. Dit is geen defense armor of iets. Dit is alleen maar voor de looks. Rekening mee. Goed, nou dat we die dus zeg maar hebben gemaakt, kunnen we eventjes, kunnen we dus heel eventjes terug bij onze materialen. Want dan kunnen we de silk even terugstoppen. En als ik deze dus equip, zullen we dus zien. Dat we eruit zien als Link. Nou, zoals ik al zei. Zoals ik al zei, dit zorgt dus echt alleen maar voor de look. Dus ik heb nog steeds de Shadow Armor hier onderaan. Dus ik heb nog steeds de defense en de buff van de Shadow Armor. Maar we zien eruit als Link. Dus dit wordt ons poppetje constant. Als we een nieuw armor zouden gaan krijgen, zou ik zeker laten zien hoe dat er in het echte, of hoe dat eruit zou zien, zeg maar, zonder zo'n skin. Maar dat is eigenlijk basically wat we hier nou gemaakt hebben. Goed, het volgende wat we moeten gaan doen. Die bone wand die we gisteren met veel pijn en moeite te pakken hebben gekregen, gaat ervoor zorgen dat we dus zeg maar een nieuwe verdieping kunnen maken bij ons huisje hier. Dus daar gaan we nou eerst even aan beginnen. En ik had trouwens nog beloofd dat ik even zou laten zien wat de Magic Missile doet. De Magic Missile die schiet een projectiel en die kun je met je muis bewegen. Dus jullie zijn awesome, dus dan kun je een hartje tekenen zo. Hartstikke leuk. En als je hem loslaat, dan schiet hij ergens naartoe. Leuk. Nou, met de bone wand, die maakt dus muren zeg maar van de bones die we hebben gevonden. Nou, we hebben echt 2 stacks bones. Dat is gewoon belachelijk. Even weer tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, en dan kan er weer hier mooi dichtgemaakt worden. Het ziet er een beetje creepy uit, maar op zich, het ziet er eigenlijk best ook wel weer komisch uit. Een beetje Halloween-stijl. En ik heb gisteren eigenlijk de telefoongesprek, of ja, Skype-gesprek gehad met een van mijn Amerikaanse maatjes. En die had me dus gevraagd of ik ook nog niet wou vergeten het te melden tot er dus ook speciale evenementen in je Terraria-spel kunnen voorkomen. Zoals bijvoorbeeld, je hebt dus zeg maar bij je Terraria, heb je dus zeg maar ook speciale time events. Time events die ja, zullen dus plaatsvinden op het moment bij een specifieke tijd. Zo heb je bijvoorbeeld bij Halloween dat er overal pompoenen groeien. En tot enemies een present kunnen droppen, waardoor dat je dus zeg maar heel veel van die kostuumen kunt krijgen. Helaas geen Link kostuum, die moet je echt maken. En met kerst heb je bijvoorbeeld een kerst event. Dus heb ik trouwens hout bij me, dat vraag ik maar af. Ja, ik heb hout bij me, oké. 1, 2, 3, 4. Dus ja, die wou ik nog zeker heel eventjes melden tot die er zeker zijn. Ik denk niet dat we die in de Let's Play zullen zien. Ik kan wel een wereld laten zien op het einde van de Let's Play, wat toevallig in de kerst is geweest. En eentje die toevallig met Halloween is geweest. Dus dat komt allemaal wel goed. Nou, dan hebben we hier dus zeg maar de bone. Ja, de bonecraft geval. Daar kunnen we dus zeg maar onze team de deuren mee maken. Nou, we hebben weer 3 deuren nodig. Weer 4 stoelen, sorry. 4 stoelen. Bone table. 1, 2, 3, 4. En meer hebben we eigenlijk niet nodig. Maar je kunt eigenlijk best veel maken. Bone bathtub. Dit is eigenlijk best wel.
Wel een bone dresser, hè? Oh, echt typisch. Maar ja, het is best wel creepy, maar ik vind het wel leuk om daar een verdieping van te maken. Maar heel erg belangrijk, wat ik dus bijna vergeet, is... de bone wall. 150. Ik denk dat dit genoeg is. Let op, dit ziet er ook wel een beetje creepy uit. Maar aan de andere kant, ik vind het ook wel weer wat hebben. Dus, oké. Zo. We hebben weer een paar mutsen in ons huis leven, hè? En dat wil ik niet. Dus deze aflevering, daar gaan we dus zeg maar onze verdieping maken. We gaan onze battle arena maken. We gaan onze helvede maken. Om te voorbereiden op onze volgende stap. En volgens mij kom ik net... Kom ik echt serieus net één tekort. Ah! Ik kom er echt één tekort. Oh, maar maakt niet uit. Die kan weer weg. Oké, nou zoals altijd doen we hier eventjes weer de toortjes plaatsen. Auto dingen scan uit. 1, 2, 1. Ik weet niet, ik vind het wel wel hebben om dat zo een beetje systematisch te doen. Zoals dat jullie van mij gewend zijn. Hoppakee. Eventjes de tafeltjes hier plaatsen. Dus dan komt hier een tafel. Hier moet een... Nee, niet hier. Niet hier. Nee. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ja, soms moet ik even ook even zoeken. Je doet dit om mij te pesten, hè? Je doet nou gewoon... Ik ben nou gewoon bezig met mij dit... Jij komt... Ja? Hier? Nee. Hier dan? Waarom kan ik hem niet gewoon op hetzelfde plaatsen? Gewoon zo, poef. Dank je. Jij ook. Precies hetzelfde. Hier tussen de lijntjes in trekken. Oké, goed zo. Nou, en dan eventjes onze chairs. Eentje daar. Ik zou hier zelf niet graag willen wonen. Dat zeg ik heel erg eerlijk. Ik zou liever in de shine of in de houten... Maar ja, we wonen al in een houten ding. Dus, ach ja, lekker belangrijk. Staat die zondag? Ja. Oké, en dan nou nog heel erg belangrijk. De doors. Nogmaals, het is heel erg belangrijk om dus zeg maar meer NPC's zeg maar, hun huis te geven. En we hebben op zich al heel erg veel NPC's. Dus op zich gaat dat wel goed. Oké, nou, we hebben dus de... Clothier. En ik krijg nou hier... Jullie zien het niet, maar ik krijg hier nou een presentatiewaarschuwing van Terraria. Dat lijkt me heel erg sterk, maar dat maakt niet uit. Dus even kijken, waar is mijn muis? Oh, daar. Dus de Clothier, die kan dan daar komen. En dan hadden we er toch nog eentje die bij ons woonde. Even snel kijken. Oh ja, dat mens. Even kijken, dat is deze. En die kan dan daar komen. Mooi. Nou, dan hebben we dat gedaan. Dat hebben we out of the way. De Battle Arena die wil ik straks gaan maken. Voordat we dus zeg maar de wereld gaan veranderen. Oh, hoe gaan we de wereld veranderen? Nou, het spel verandert de wereld voor ons. Maar wat ik als eerste wil gaan doen. Is eventjes een goede locatie zoeken voor onze helveder die we gaan maken. De definitie van een helveder. Op het moment dat je een helveder maakt. Een helveder is één rechte lijn naar hel. Oftewel, hel die zit helemaal blop, hier. Hier zit je hel. Helemaal onderaan de wereld. Dus dat kan behoorlijk wel wat tijd in gaan zitten. Nou, gelukkig hebben wij de kracht van Fast Forward. Ik heb nog een paar poosjes daarvoor aan de kant gelegd. Dus wat ik ga doen is... Ik geloof dat ik een water... Ja, gills... Ja. Deze zorgt ervoor dat we kunnen ademen onder water. Zeker een handige potion. Mining potions die zijn heel erg belangrijk. Ja, ik ken een LPV potion erbij gooien. Maar ik denk dat ik gewoon een glow stick erbij gooi. Dus ik denk dat ik met deze twee potions wel ver ga komen. Oké, nou. Als je dus zeg maar de horseshoe hebt. Dat je geen falling damage gaat nemen. Kun je gewoon rechtstreeks naar beneden. Ik hoef je geen speciale dingen te maken. Wat ik dus zeg maar doe, is omdat ik dus zeg maar de horseshoe heb, ga ik dat dus doen. Mocht je die niet hebben, dan kun je altijd zeg maar ropes naar beneden laten vallen. En dan hoef je nergens geen zorgen over te maken. Nou, ik ga de potions gebruiken. Ik ga er fast forward in gooien tot we zo snel mogelijk bij hel aankomen. Dus ik zie jullie zeg maar met een leuk deuntje binnen de kortste keren beneden. Dus, tot zo! Natuurlijk wel even leuk. Dit is mijn snelheid. Dit wordt jullie snelheid.
Sorry jongens, moment. Sorry beste mensen, maar dat was eventjes zo'n hagel die er even overheen kwam. Ik hagelsteen, dus grote knikkers. Ik hoop dat jullie nog weten vandaag de dag wat knikkers zijn, maar... daarom moest ik heel eventjes toch, ondanks dat het te vet wordt, was toch heel eventjes knippen. Mijn excuses daarvoor. Dus, ja, ik ben nu heel eventjes bezig nog met obsidian te minen, zoals jullie kunnen zien. Tenminste, ik neem aan dat jullie dit kunnen zien. Dus de bedoeling hiervan is dat je zoveel mogelijk obsidian zeg maar gaat verzamelen. Omdat obsidian zeg maar nodig is om... Obsidian is nodig om een bepaald soort steen te maken. En ik vind het jammer dat ik hier geen airbubble kan maken. Want een airbubble dat zal nogal fijn zijn. Aangezien dat ik hier de hele tijd bijna aan het verzuipen ben. Wat niet erg handig is. Dus dat was echt net even zo. Leek wel op een sneeuwbui, maar wacht, wat ik nou eens hieronder eventjes een airbubble maken? Dan moet ik niet de hele tijd naar boven toe. Dus ik doe heel eventjes dit wel offscreen, aangezien dat dit niks met de helveden te maken heeft. Dus als het goed is, is dit al genoeg. Ja, dus ik doe heel eventjes offscreen eventjes wat lava, even, of ja, wat obsidian even mijnen. En dan zie ik jullie in een seconde. Dus tot zo. Verder zouden jullie natuurlijk ook wel hebben gezien dat naast de helveden hier ook nog een huisje zat. Nou, die zou ik natuurlijk niet overslaan. Helaas niet een potion die we nodig zouden hebben, maar wel stuff die we weer kunnen verkopen. Oké, dit is eigenlijk best een groot huis. Misschien zit daaronder nog een kistje, wie weet. Nope. En natuurlijk hadden we hier ook weer een ondergronds huisje gevonden. Nou, laten we die deur maar niet even openen. Ik bedoel, ja, al die kistjes. Nog een klauwdunnenbottel en goud. Oké, handig. En voor degene met extreem goede ogen, die zullen ook hebben gezien dat hier een onderwater... Ga jij nou eens even weg. Ga eens even fietsen. Die hadden hier gezien dat hier natuurlijk ook nog een onderwaterkistje zit. Dus, Rico Potion. Dat is eigenlijk allemaal een beetje beloni dit. Ja, stemboxen mogen weg. Als het allemaal beloni is, waarom pak ik het dan op? Hé, jongens, gratis geld. Dus, heb ik die kistje nou opgepakt? Nee, hè. Nou, ik vind, kistjes heb ik niet echt meer nodig. Dus, vandaar dat ik ze niet meer oppak. Dus, ja. Nou, ik doe heel eventjes mijn inventory even kleren en ik zie jullie terug bij het laatste stukje van de fast forward, want we zijn er bijna, als we kunnen zien hoe ver dat we al gegraven hebben. Dus we zijn er bijna, dus op het moment dat ik mijn inventory heb geleegd en we zijn weer terug op onze plek, laat ik jullie zeker zien hoe ver dat het nog is en hoe dat er helder uitziet. Dus ik zie jullie in een seconde. Oké, we zijn terug bij onze helpeden, dus we gaan weer eventjes door met de fast forward, die we dus net hebben geskipt eventjes in verband met hagelinval. Dus, editor, gooi de muziek maar weer in. Nou, trouwens, wacht heel eventjes. Ik kan eventjes nou hier een beetje de physics uitleggen hoe dat werkt met obsidian en water. Op het moment dat water en lava bij elkaar komen, krijg je hier dus ook obsidian. Obsidian is een heel handig materiaal wat we zeker nodig gaan hebben in de plek waar dat we naartoe gaan. Dus, en ik ben weer aan het verzuipen. Dus ja, ik had air breathe potion, maar ja, helaas, die werken maar 2 minuten. Dus ja, dat was het nadeel. Dus daarom ben je eigenlijk best wel blij als je een hele rits water mee meeneemt als je zo'n helveden maakt. Want op het moment dat je het doet en je komt een lavapool tegen, kun je er gewoon doorheen minen. Dus maar goed, editor, ga je gang met fast forward. Oké, en we zijn aangekomen in hel. Volgens mij is het geen verkeerd idee voor mij om hier nou weg te gaan. De hel, zoals we dus even heel kort zagen, daar hebben we nou dus een weg naartoe en daar wil ik een hele aflevering voor dedicaten. Aangezien dat we bijna dood zijn, moesten we dus zo snel mogelijk weggaan. Misschien hebben jullie het gezien in de fast forward, maar een Blood Moon is op dit moment bezig. Ook nog eens een keer. Nou, wat ik eigenlijk heel erg belangrijk vind om nou te gaan maken. Hi. Ik vind die bones wel... Ik zal hem nooit gebruiken, maar... Ik vind hem wel uniek dat we die gevonden hebben. Dat is waarschijnlijk een hele rare drop die we nog niet eens nodig hebben. Dus vandaar dat ik heel eventjes dat bij mijn geval laten we die maar eventjes bewaren. Nou is het nog heel erg belangrijk om eventjes een battle arena te maken. Maar ik wil eerst eventjes laten zien waarom obsidian zo belangrijk is. Wat we kunnen doen met obsidian bij de furnace, geloof ik...
daar kunnen wij een Obsidian Skull maken. Nou, een Obsidian Skull is een van de belangrijkste dingen, zeg maar, op dit moment van het spel die we kunnen maken. Aangezien dat we die ook nog eens een keer kunnen combineren met ons schild. Dus dat gaan we nou ook eventjes doen. Schild. Zo. Krijgen we de Obsidian Shield. Ga weg. Ga weg. En de Obsidian Shield geeft ook nog eens een keer een extra defense, maar geeft ook nog eens een extra upgrade. Op het moment dat wij nou op Meteoren gaan staan of op Hellstone. Hellstone hebben we nog niet encountered, maar dat komt dus later. Krijgen we dus zeg maar geen damage meer, geen vuurdamage meer van die bepaalde stenen. Dus daarom is het zeker handig om hem te upgraden met een Obsidian Skull. Zeker handig om dat te doen. Nou, ik wacht... Juist. Ik wacht heel eventjes tot de Blood Moon voorbij is, zodat ik dan eventjes dat bouwen kan doen. En misschien een heel klein beetje nog van de hel kan laten zien. Dat zullen we zien, maar ik doe eerst eventjes wachten tot de Blood Moon voorbij is. Dus ik zie jullie, zoals altijd, in een seconde. Ik heb trouwens een veel beter idee. Aangezien dat de Blood Moon nog steeds bezig is, gaan we gewoon heel eventjes een beetje, een klein beetje maar, niet te veel, want dan wil ik echt de volgende aflevering voor insteken. Maar als ik dus zeg maar nou hier zo slim ben om heel eventjes mijn torch op te houden, dan zien we dus zeg maar onze elevator. En er is één belangrijk ding wat ik vergeten ben te mentionen over de hel. Water verdampt daar. Het is daar zo heet tot het water gewoon verdampt. Dus ondanks dat we dus, ik weet niet, een kwakkemolie van water mee hebben genomen richting hel. Al dat water zal verdampen. Dus al het water wat we hier hebben gezien, waar we bijna in verdronken zijn, al die crap. Dat zal allemaal verdwijnen. Dus hier zien we nou nog een hele enorme zooi van water. Maar dit zal dus allemaal verdwijnen. Dus auw. Dus op het moment dat we dus bij hel aankomen, dit gaat eigenlijk best wel traag, zal al dit water weg zijn. Wat ik zo fijn vind van hel, want dit valt echt heel erg langzaam. Kijk, je ziet het hier al zeg maar de hele tijd druppelen. Ik heb even zuurstof nodig. En dat komt gewoon omdat water blijft hier niet constant. Je ziet het water hier constant verdampen. Hier is het nog allemaal aan het vullen. Lijkt het zo. Maar op het moment... Jeetje, dit gaat langzaam. Ja, het is een Blood Moon, dus alles is evil. En hier hebben we weer een beetje dat het aan het vallen is. En ik heb weer zuurstof nodig. Vergeet niet, we hebben de helveten pas net gemaakt. Dus het duurt altijd een tijdje voordat het water echt pas gaat verdampen. Dus waarschijnlijk als we boven gedaan hebben wat we willen doen, zal al dit water wel weg zijn. En wat ik normaal gesproken altijd doe, is ik mijn het altijd helemaal terug naar beneden. Nou, in ieder geval, hier hebben we dus onze gevreesde... Ik laat het gewoon allemaal daar naartoe stromen, dat is net zo makkelijk. Dus, maar hier hebben we dus zeg maar onze gevreesde hel. Nieuwe vijanden hier. Hellstone, kun je normaal gesproken, die oor die we dus zeg maar zien, dat is Hellstone, kunnen we normaal gesproken niet opstaan. Maar dankzij die Obsidian Skull kan dat dus wel. En ik laat het mooi even hier naartoe lopen. Dan hebben we mooi een Obsidian plateautje. Zo. En ik kan alvast dit even mijnen. Ik bedoel, Hellstone, dat wordt heel erg belangrijk. En achter Hellstone, daar zit altijd lava. Dus daar wil je altijd voor uitkijken. En zo te zien, jij staat in het water en dat doet jou pijn. Ha, 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 ha. Maar zoals je dus ziet, het water dat verdampt hier non-stop. Dus al het water wat valt zal eventueel allemaal verdwijnen. Dit is in ieder geval de hel. Dat gaat eindeloos door zonder enige... Oh boy, oh boy. Nee, dit was niet slim. Lava doet nog steeds pijn. Mocht je dat willen weten. Dit is wel heel erg lang hier, hè. Oeh. Nou, dan komen we dus zeg maar verschillende constructies tegen. Die potjes die gaan we allemaal nog onderzoeken. Hellstone moeten we allemaal nog verzamelen. deze kleine strookjes van lava, die lavaval, om het zo maar even te noemen. Die zou je geen schade doen, dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Dat is heel fijn natuurlijk om dat te weten. Maar ja, dit is dus de hel. En dit is eigenlijk een beetje een preview voor wat we dus maandag gaan we onderzoeken. Want hier gaan we maandag het een en ander nog meemaken. Dus nou, hebben we dat in ieder geval gezien. Ik heb weer een shackle pak gekregen van die Blood Moon. Ik heb een kriebel in mijn keel. Zo. Sorry daarvoor. Maar wat dus heel erg belangrijk is om te maken voordat we zeg maar onze... Ja. Voordat zeg maar, we daar gaan onderzoeken en de boel gevaarlijk gaan maken, wil ik dus eventjes een Battle Arena gaan maken. Nou, hoe maken we een Battle Arena? Dat is heel erg makkelijk. Je pakt gewoon een beetje hout.
Ah nee, niet weer een bouwaflevering. Ook al vinden we ze hartstikke gaaf. Nou, dit is niet zo'n grote bouwaflevering. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Oké, nou even kijken. Ik weet niet of de hoog genoeg is. Dat zien we van eigens. Nou, dan wil je dus zeg maar houten plateaus eronder plaatsen. Ik doe altijd een battle arena maken van 99 blokken. Dus, Oh. Nee. Wou ik zo helemaal niet. Het gaat altijd weer mis met mij. Hè? Nee, dit is mijn eigen fout. Het heeft niks te maken met de Let's Play vloek. Dus, Oké, nou eventjes zo. Dit is namelijk enorm handig tijdens bijvoorbeeld een Blood Moon of latere evenementen die ook nog plaats kunnen gaan vinden. En ik heb deze liever altijd, zeg maar, voordat we zeg maar, bij Hel gaan rotzooien. Want in Hel is namelijk een baas die we moeten verslaan. En op het moment dat we die baas hebben verslagen, wordt het heel gevaarlijk overal. Dan verandert de wereld, zeg maar, in een moeilijkere versie van de wereld waar we nu al in zitten. Dus wat het allemaal precies in gaat houden, dan, dat leg ik wel uit op het moment dat we daar dus zeg maar aankomen. Dus daar ga ik het nou nog niet over hebben. Oké, nou we hebben de eerste rits hebben we compleet. Nou denk je bij je eigen van, oh maar moeten we dan 3 keer zo van 1 sprong? Nee. Ik heb deze nog expres bij me gehouden, omdat ik deze zeker nog heel eventjes wou gebruiken. Op het moment wil je dus zeg maar een beetje hoger, dus zoiets. Laten we zoiets pakken. Oké, eventjes deze. Hier een plateautje neerzetten gelijk. Poep, poep, poep. Waar zit je? Daar. Ah, oké. Ah, dit is, ziet er ook. Dat ziet er goed uit. En dan bij 45, 44 geloof ik. Nou, eigenlijk 49, 48, sorry. Hier dus. 1, 2, 3. Daar willen we eventjes iets neerplaatsen. En dat is namelijk een fireplace of een campfire. Als je een campfire neerzet, dan zorg je voor extra life regen, wat echt heel erg handig is bij baasgevechten of wat dan ook. En als ik me niet vergis, omdat we dat perfect in het midden hebben geplaatst, zorgt dat dus zeg maar voor deze hele arena, dat we dus zeg maar daar een life regen van zullen krijgen. Wat zeker handig is. Oké, nou die hebben we ook gedaan. We hoeven nog maar 1 rits te doen. Ik doe altijd 3 ritsen, just in case, vind ik altijd fijner. Hier. Zo. Ja, is mooi. Is hoogzaad. Oké. Dus de reden waarom dat we dit gaan bouwen. Dit is zeker handig bij, ja, in de toekomst. Laat ik het zo zeggen. Dit wil je alvast gemaakt hebben. Voordat je dus zeg maar verder gaat in de hel. Want zoals ik al zei. Op het moment dat je klaar bent in de hel. Dan is je wereld. Ja, je wereld is nog wel hetzelfde. Maar veel gevaarlijker de deur. Dus daar wil je zeker rekening mee houden. En dan heb je dus zeg maar niet dat je zo op je gemakje heel eventjes een battle arena kan maken. Dus vandaar dat ik zeker even aanraad om te zeggen, jongens, maak hem nu. Want anders heb je de kans niet meer om hem te maken. Nou, dus dit is onze battle arena. Als ik me niet vergis, even kijken, ik zie hier de campfire. Dus we krijgen live regen. Krijg ik die ook nog mooi aan de andere kant. Voor mij wel. Ah, net niet. Net niet. Ik moet hem net iets verder deze kant op plaatsen. Denk ik. Volgens mij heeft het een range van 50 blokken. Dat weet ik niet zeker. Dus ik ga wel even. Hier dan. Heb ik hem nou hier? Ja. En aan de andere kant. Net niet zeker. Nee, hier dit blokje weer net niet. Nou zou ik er wel 2 kunnen maken. Maar dat is niet nodig. Dus om onze battle arena helemaal compleet te maken. Doe ik altijd zeg maar aan beide kanten. Doe ik altijd zeg maar 2 blokjes weghalen. Om daar iets te kunnen plaatsen. Dit mag ook weg. Dus voor de mensen die meespelen. Dit is eigen keus als je dit wil maken. Maar ik persoonlijk vind het heel erg handig. Nou even zorgen dat we hier goed onderdoor kunnen lopen. En dan moet ik heel eventjes snel terug naar base. Want we zijn dus zeg maar iets vergeten. Dus ik ben daar nog niet zo goed in. Ja, je kunt heel snel een boost krijgen als je dat op een goede manier doet. Weten jullie nog de life crystals wat ik zei dat ze best wel handig kunnen zijn? Doe maar even een quickstack. Kapoef. Bouwmaterialen, quickstack. Als ik 2 hartjes meeneem en ik maak eventjes 2 chains, dan zien we dus zeg maar dat we hard lanterns kunnen maken. Hard lanterns zijn zeker belangrijk bij boss battles en andere dingen waar veel in gevochten gaat worden. Dus ja, dan hebben we weer een zombie bende, die hebben we toch al. Ja, nou, die kunnen we mooi verkopen. Let's healing potion. Let or. Nou, weet je wat, doen we maar even bij de resources. Resources. Quickstack. Top hat, die verkopen we gewoon. Ash block, die kan weg, want wij willen niks van as maken. Dus, gotta catch them all.
Oké, we hebben gewoon 419 obsidian. Vergeet niet, obsidian is nog steeds heel erg belangrijk. Om hellstone bars te maken heb je obsidian nodig. Dus vergeet natuurlijk niet je obsidian mee te nemen. Goed, nou even eeny, meeny, miny, moog. Oh, hellstone kunnen we op dit moment nog, hellstone bars kunnen we op dit moment nog niet maken. Want daar hebben we nog iets voor nodig wat we in hel kunnen vinden. Maar goed, hier eventjes deze plaatsen. Nou, en als we dus gaan kijken, dan zien we dus zeg maar dat we nou hardlamp hebben en campfire. Dat zorgt ervoor dat we dus veel sneller life regenen, ook al nemen we schade. Dus zeker handig om dat te doen. Nou, even kijken. We hebben de hellevader even gemaakt. We hebben een link kostuum. We hebben een beetje van de hel gezien. Ik ben blij dat dit niet zo'n lange opnamesessie is als gisteren. En ja... Ik denk in de volgende aflevering dat we ons gaan voorbereiden op hel. Dus ja, ik heb verder eigenlijk hier niet veel meer te melden. Dus ik ga een bordje pakken en we gaan naar de Awesome Wall of Comments in het flashback huisje. En kijken welke comment geselecteerd is. Gaan jullie mee? Oké, nou, het wordt het eerste bordje dat er zeg maar geplaatst gaat worden op de grond. Dus ik ga heel even de comment erbij pakken zoals altijd. Alsjeblieft, geef me een seconde. Oké, nou heel erg fijn. Ik heb hier het bordje nou staan, dus dat komt dan mooi hier zo neergezet. En dan zeggen wij dus, edit, episode 11. Ik moest wel even nadenken daar. En die komt van Dylan. Doet me eigenlijk een beetje denken aan de Modern Survival, daar hadden we ook... Ik weet niet of het dezelfde Dylan is, sorry als dat het geval zou blijven zijn. Maar toen was ik doodgegaan en Dylan was geselecteerd en toen moest ik als een zware stem nog Dylan zeggen. Dylan... volgens mij Abrahams. Ik ga heel even kijken of ik het goed schrijf. Zo niet, dan corrigeer ik dat heel even gelijk. Mijn excuses. Ja, Abrahams. Ik heb het goed geschreven. Vind ik heel belangrijk. En die had geschreven. Zo, dat is een hele hoop tekst. Het past erop. Bijna. Tenminste. Ja. Dit is Max. Er zaten ook nog uitroeptekens achter. Maar zoals altijd zou ik het ook nog heel even voorlezen. Even kijken. Applaus. Oh, het is eigenlijk applaus voor Zelda Player 20. Dus je hebt gewoon echt een comment die net niet past. Dus, maar goed, ik ga het proberen voor het... Ik lees het gewoon eventjes van het papiertje voor. Want ja, even kijken. Dylan Abraham. Jij zegt dat je een normaal mens bent en dat wij awesome zijn. Maar ik vind dat jij awesome bent, want je video's zijn geweldig. Zowel het beeld als commentaar als het bewerken. En door jouw awesome let's plays kijk ik naar YouTube zoals de Towler. Maar door jouw Minecraft special, zowel vanilla als modded als hardcore, kijk ik ook naar andere Minecraft YouTubers. Applaus voor Zelda Player 2. Oh. Ah. Ah, die... Oh my, Dylan, ik ben er een beetje stil van. Zo. Wauw, dat is een behoorlijk groot compliment die je me daar geeft, maar... Ja, hoe moet ik hierop reageren? Ik sla je stil van, jongens. Sorry. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh mijn god. Oh. Ik vind... Wow. Dylan, sowieso heel erg bedankt. Maar ja, ik zeg het zo vaak, maar ik meen het ook. Ik bedoel, deze community van 2000 plus mensen, zeg maar, die... de video's meekijken en elke keer ook hints en tips geven over video's en wat ze leuk vinden, wat ze niet leuk vinden. Jullie zijn heel erg belangrijk en alle support die ik krijg, alle complimenten. Elke keer als ik 's ochtends wakker word en ik kijk op mijn telefoon en ik zie weer zoveel reacties, dan ben ik gewoon blij dat ik weer zoveel reacties kan lezen. Omdat er dan zoveel positieve dingen zijn. Mensen die vast zaten bij je spel, die weer verder kunnen komen. Mensen die weer een opmerking heel erg leuk vonden tijdens de let's play. Mensen die twijfelden of ze een spel leuk zouden vinden en kijken dan de let's play. Zoveel mensen die dat zeg maar eigenlijk, die er dus zeg maar echt dingen uit kunnen halen. En al die complimenten die de mensen mij dan geven en alle support die de mensen mij geven, daar ben ik echt dankbaar om. Ik bedoel, ik ben een gozer die echt letterlijk en figuurlijk niks anders doet als op, achter een pc zitten, opnemen, tegen een microfoon praten.
En opnemen. Dat is wat ik doe. En natuurlijk ook daarna de video's bewerken. Dat is wat ik doe. En ik krijg hier zoveel voor terug. En ik ben jullie daar zo dankbaar voor. Dus Dylan, echt heel erg bedankt voor die reactie. En ik krijg meer van die reacties. En ik hoop zeker dat er ook meer gekozen zullen worden op de Wall of Comments. Want ik heb heel veel awesome reacties eigenlijk al op die wall gekregen. Dus heel erg bedankt daarvoor. Ik blijf maar doorgaan te weer. Ik ben helemaal eventjes van mijn padje afgeslagen. Dus ja, ik denk dat ik het heel eventjes nou ga rappen. Ik ga de inventory clearen. Ik ga ervoor zorgen dat we morgen... maandag... Je merkt helemaal eventjes van mijn voetstuk even. Hey jongen, alsjeblieft. Nee, maar tot we dus maandag zeg maar richting hel kunnen gaan. Dus, heel erg belangrijk. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reactie. Ook al was dit eigenlijk een soort van... Ja, aflevering dat we niet echt veel voor elkaar hebben gekregen. Maar ja, het is wel heel erg belangrijk. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En natuurlijk niet te vergeten, morgen, ik zal het nog één keer op nadruk even zeggen. Morgen gaan we dus Meat Boy live streamen. Dat is zaterdag, morgen, de 31ste. Ja, de 31ste. Vanaf 7 uur. En de livestream die zal niet langer duren als 1,5 uur. Omdat de gehele livestream zonder knips dus zondag geüpload zal worden op YouTube. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte tot Meat Boy dus verder gaat. Maar via livestreams, omdat Meat Boy anders echt... Dat is nog erger als de Terraria video van gisteren. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Ik dank jullie voor het kijken. Dylan, nogmaals bedankt voor dat compliment. Ik ben er echt helemaal stil van. Alle andere kijkers, jullie zijn net zo belangrijk. Nogmaals, ik wil niet één helemaal omhoog prijzen en de rest van... Nee, jullie zijn allemaal belangrijk. Ik vind alle comments heel erg fijn om te lezen. Dus, maar ja, deze die kwam nou in de spotlight door de Wall of Comments random selectie. Dus ja, mijn excuses als je je nou een beetje omlaag voelt. Maar ik vind jullie allemaal net zo goed als me. Ik blijf maar doorgaan, want ik moet een einde van deze aflevering maken. Dus ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie morgen te zien bij de livestream. Zondag komt dan de video upload. En maandag gaan we dus richting hel. Tot dan, jongens. Doei!